En er is wat duidelijkheid ingekomen dat het vonnis van geen enkele kant klopt natuurlijk. Hè? En we gaan nu naar 6 februari voor het requisitoor en we zijn benieuwd wat we eruit krijgen. Ik heb begrepen. Maar nu is al duidelijk dat dat vonnis aan alle kanten rammelt. Ik heb er was een hele discussie over aandeelhouders, rechtspersoon. Kennelijk hebben weinig mensen dat begrepen. Maar dat is niet mijn schuld. Je moet erfelijk belast zijn met een heel klein beetje intelligentie om het te begrijpen. Weet u, aandeelhouders, die het enige wat ze recht hebben. Men denkt dat de aandeelhouder recht heeft op het vermogen van een NV, maar dat is niet waar. Geen enkele aandeelhouder heeft recht op het vermogen. Aandeelhouder heeft alleen recht op dividend. En wanneer die NV wordt geliquideerd, dat is een andere positie. Zolang die NV nog bestaat, heb je alleen recht op dividend. Een aandeelhouder mag wel directeur worden, maar aandeelhouder mag niet bemoeien met het vermogen en het operationele. Het is de directeur die rechtspersoon, dus de NV, in- en buitenrechten vertegenwoordigt, met de beperkingen die in de statuten van die NV zijn vastgelegd. Er zijn beperkingen in die statuten. Maar gewoon uit het hoofd stellen dat de aandeelhouder, weet je, dat geeft blijk van het niet begrepen hebben van de positie van een aandeelhouder. Kennelijk hebben jullie dat ook niet begrepen, maar goed. In dat hele proces ging het om conflict of interest en vandaar dat er zo'n halen getrekt was daarover. Weet u, conflict of interest in combinatie met artikel 13 van de anticorruptiewet. En artikel 13 is daar heel duidelijk over. Die verdachte heeft het heel mooi uitgelegd. Dus ik geloof dat we die anticorruptiewet toen niet begrepen hadden. Kennelijk omdat het ook nieuw was hoor. En dat veel mensen die betrokken waren bij de zaak, die hele anticorruptiewet niet goed begrepen hadden. Ik heb begrepen dat mevrouw Hausil heeft aangegeven dat er binnen de perken van de bankwet is gehandeld al die tijd. Maar ze is toch gearresteerd. Hoe ziet u dat? Het is vreselijk om mensen zo te arresteren. Om dat ding niet eerst goed te onderzoeken. Nu pas komt dat rapport van Krol aan de orde. Dat is opgemaakt op verzoek van het OM. En in dat rapport van Krol zeggen ze van non-refundable is conform wat er gebeurt in die beroepsgroep. Ik bedoel, als ik als advocaat de zaak aanneem, wordt er altijd non-refundable betaald. Als die man, als de rechter beoordeelt en veroordeelt, kan die man niet komen zeggen, immuno vrij, jimimimoni bakka. Zo werkt het niet. Het is altijd non-refundable.